wheelspan all day. Ja, de tractiecontrole staat uit. Ja, dan kun je leuk spelen ermee. Drivers Dream kijkers, we zijn in de polder in Lelystad, Hollands Trots. En ja, hier staat het al, hè? Hollands Trots wordt hier gebouwd. Al ruim 40 jaar Donkervoort, de enige echte sportwagenfabrikant van Nederland. We gaan er vandaag mee rijden, we gaan even een korte fabriekstour doen. En er is nog heel veel meer te vertellen, kom mee. En dit is waar alles begon, de droom van Joop Donkervoort in 1978. De man wilde een lightweight sportauto bouwen en dat werd dit, de S7. Met een 1,6 liter Ford motor is dit de tweede auto ooit gebouwd en de eerste die de fabriek ooit uitging. En dat staat hier gewoon, best wel bijzonder om te zien. We maken even een sprongetje in de tijd, dit is 10 jaar later, 1988. Dan zie je al dat het wel scherper wordt, het is aannoemelijk sneller. En dit is ook al even leuk om te zien, hè? Weer 20 jaar later, 2008. We maken even een behoorlijke sprong in de tijd. En ja, dit is de enige Donkervoort die ze gemaakt hebben met een dak. Donkervoortrijders willen ook wel eens een keer droog zitten op hoge snelheid. Nou, dat was een misrekening. Het werd eigenlijk commercieel gezien een flop, want hij verkocht niet. Er zijn er uiteindelijk maar 15 van de D8's met zo'n dak gebouwd. Maar het is wel leuk om te zien. En hier werden Donkervoorts pas echt snel. Ook wat bruikbaarder, wat lekkerder om te rijden. Ze werden breder. Ja, dit zijn de GTO's. Drie generaties van de eerste serie GTO en je ziet gewoon de spoorbreedte wat toenemen. Ze liggen wat lekkerder op de weg en hier beginnen ze ook echt snel te worden. Want alles wat 0 tot 100 gaat, gaat gewoon onder de 3 seconden bij een GTO. Ja, dat krijg je met 700 kilo. Bloedje snel. En hier hebben we alweer de tweede generatie GTO. Dit is de 40-jarige editie, gemaakt in 2018 ter ere van het 40-jarig bestaan van Donkervoort. Er zijn er 40 van gebouwd en het leuke is natuurlijk de kleurtjes. Maar ook grappig om te zien dat Donkervoort, ja, 90% eigenlijk vooral in Europa wordt verkocht. Maar soms vliegen ze ook uit over de wereld. Deze drie achter mij die gaan allemaal naar Amerika, Singapore en eentje naar Hongkong. Voor de export best leuk. En hier zijn we dan bij de laatste Donkervoort die we kennen tot nu toe, de JD70. Inderdaad, de Joop Donkervoort, 70 jaar. De goede man werd 70 en toen hebben ze dit model bedacht. Het is er eentje van de tweede generatie GTO en je kunt hem aan een paar dingen herkennen, zoals die sidepipe. Dat is wel echt dik om te zien hier. Maar ook die louvres hier in de spatborden. Lege groen, dat is de introductiekleur. Maar dat zal je zo wel zien, er staan hier nog een aantal. Het hoeft niet lege groen te zijn. Ik heb zo meteen een afspraak even met Denis Donkervoort, de tweede generatie Donkervoort, om eventjes in de werkplaats te kijken. En dan gaat hij ons wat meer vertellen nog. Nou, dit is de deur naar de werkplaats. Eens even kijken waar die uithangt. Denis, jongen. Zo moeten we doen, hè? Dat is maar gezellig, hè? Ja, jongen. Nou, dank dat we hier eventjes mogen kijken. Tuurlijk. Ja, in het epicentrum van de Nederlandse sportwagenbouwer, Donkervoort. Ja. Ja. Wat heb je allemaal staan hier, man? Ik vind het leuk om je het even te gaan laten zien. Ja, dat... Lopen. Ja, graag. Ik wilde even daar beginnen, want ik zag meteen iets heel moois. Kijk. Hé, Denis, ik zie, dit is een JD70, maar niet in het lege groen. Dus hij hoeft niet altijd zeg maar in die introductiekleur te zijn. Klopt, klopt. Het is geen verplichting om het lege groen te maken. Al is deze natuurlijk wel weer heel close met lege groen. Maar ik zie groen carbon. Klopt, ja. Dus dit is een volledig zicht carbon auto. Maar door de blanke lak heen vermengd een groene inkt. Ja. Waardoor je toch zeg maar een groene appearance hebt, maar toch ook een volzicht carbon auto. Ja, heel mooi auto. Dit is die volgens mij die ik dadelijk ga rijden, de GTO van de tweede generatie. Klopt, klopt. Dus dit is een GTO 40. Dus eigenlijk zijn jongere zusje is GTO RS. Ja. Dit is dus alweer de update versie daarvan. Ja, van het 40-jarig bestaan van Donkervoort. Klopt, klopt. Ja. En dit is wel eentje die zeg maar tamelijk hardcore is gespecificeerd. Dus I love it. Hier kan jij wel wat mee, denk ik. Bring it on. Hey, en hier achter mij, het is wel lekker om hier door die fabriek heen te lopen en alle jaartallen en types zo te zien.
Ja, wat is dit? Dit is een 1988 D10. Toentertijd zelfs de Donkervoort Cup meegereden. Dus ja. Dit is echt wel eentje die ook al wel wat heeft meegemaakt in zijn leven. Ja. Nou ja, die benodigt af en toe een beetje vertroeteling hier door onze jongens in de serviceafdeling. Ja, ja. Oké, okay. Cool om te zien. Nou Denis, we beginnen bij de basis. Het basispakket. Nou, dat is dit. wat zie ik voor me? Ja, dat is bijna onvoorstelbaar dat dit later een auto wordt. Dat kan ik me voorstellen. De basis is 54 kilo. Een stalen buischassis die onnoemelijk sterk en stijf is. Dat doen we door middel van heel veel driehoekstructuren met elkaar te verbinden. We produceren het chassis helemaal hier in huis. Elk buisje wordt laser gesneden, aangeleverd en dan vervolgens als chassis wordt het opgebouwd. En dat is dus eigenlijk hier waar we staan, hè? Fase 1 van productie. Dus het chassis is van de poedercoating teruggekomen. Hij krijgt zijn beplating en dan gaan we eigenlijk door de fases heen. Ja, dat is hier. Het is al iets meer open. Ja, je ziet misschien wat herkenningspunten zoals hoofdremcilinders en dat soort zaken. Een stukje beplating is er gekomen. Mm. Er zit al een beetje wielophanging aan. Ja. Volgende fase zou dan zijn om echt de aandrijflijn te monteren. Dus motor, versnellingsbak, differentieel. Ja, het huwelijk. Het huwelijk. Ja. En dan als laatste huwelijk echt de verlijming van de carbon sandwich bodycomponenten. Ja, hier ga ik er dan echt een auto in zien, Denis. Ja. Nou begint het ergens op te lijken. Ja, ja, klopt. Hier ook weer alles customized. Hè? Dus je kan kiezen voor een kleur, je kan kiezen voor zichtcarbon. Allemaal sandwich, dus het zijn structurele gedeeltes. Wordt verlijmd en geschroefd op de auto. En je ziet inderdaad remmen zien we al ontstaan. De motor zit er inmiddels in. Wielophanging. Ja. Hey, zijn er nou ooit twee gelijke Donkervoorts geproduceerd? Of is gewoon elk van de 1500 auto's zitten we inmiddels? Ja. Die gewoon allemaal uniek zijn? Ik zou willen zeggen dat laatste inderdaad. Er zitten altijd wel kleine verschillen in, maar in basis zitten er juist hele grote verschillen in, omdat we het echt op maat maken. Het is echt een maatpak wat we doen. En dan krijg je zoiets. Ja, weer een JD70 en inderdaad in een totaal andere spec. Ja. Had ik nog niet gezien, zilver met oranje, nee. Grijs. Het is wel leuk, want dit is een kleur van de McLaren. Dat is een eigenaar die ook een McLaren in deze kleur heeft. En zodoende zijn we op deze kleur gekomen. En dit is inderdaad echt letterlijk laatste fase productie. Dus hij is echt vanuit de laatste lijn, is hij dan af, komt hij op zijn wielen. Ja. Alle checklisten, controles enzovoort. En dan is het eigenlijk zo dat ofwel mijn pa ofwel ik de eerste meters gaan rijden. En klaarmaken voor aflevering. Ja. Nou jongens, het zonnetje schijnt. Ik heb genoeg gepraat. Ik wil rijden. Gas geven. Ja, hoppakee. En de hamvraag du jour, pas ik in deze Donkervoort? Zoals Denis al zei, het is er eentje die echt hardcore is afgesteld. Het is eigenlijk de auto van Dries Waaier. Die hebben we al eerder gezien. Kijk, en dan ga ik maar eventjes hierop staan. En dan zakken we er zo in met mijn 2 meter. In die sigaar. En hoppakee, niks aan het handje. Het is niet instappen en wegwezen. Het is echt eventjes jezelf installeren. De 3-puntsgordel zoeken. Die hebben ze, als het goed is, zo wijd mogelijk afgesteld. Alvorens je een Donkervoort wil starten, hebben we stroom nodig. Dus deze omhoog, ja, die moet altijd aanblijven. En dan zit hier de sleutel. En dan gaan we hem eens eventjes heel rustig tot leven wekken. Want je hoort het al, een Donkervoort wil toeren maken, zo onder de 2.500 toeren, nou, dan leeft hij gewoon niet. Drivers Dream kijkers, welkom aan boord van de Donkervoort D8 GTO RS. En ik moet nu al werken, schakel, dat is lang geleden. Maar ontzettend lekker weer vandaag, graadje of 30 en dan open rijden. We gaan naar het circuit van Zandvoort, ja, met deze sigaar, 415 pk, een Audi 5-cilinder en dan ja, 700 kilo zal vandaag met mij en de cameraman wel ietsje meer zijn. Ik heb er zin in. En we zetten meteen eventjes de sportknop aan hier op het stuur voor dat extra beetje tussengas. Lekker hoor. Ik moest even nadenken. Een handbak. Gewoon 5 versnellingen die je er echt
met best wel enige kracht in moet duwen. Hoe lang is het al niet geleden dat ik weer even een schakel heb gereden? Nou, minstens een maandje of 6. En ja, het blijft gewoon leuk. Nee, het zal niet nooit zo snel worden als al die flippers die in multiseconden allemaal opschakelen. Maar dit is werken. Ja, dit is leuk. In een wereld waarin alles high-tech is, laptops, alles elektronisch. Dit is de Commodore 64. En het is leuk. Woehoe! En dit is de auto die het beste bij me past met mijn 2 meter. En nog, ja, ik steek een beetje boven het dak uit, maar jammer dan. Bad hair day included vandaag. Het is echt even zoeken. Die pedalen die staan al echt bij de meest verticale stand. Maar ik heb schoenmaat 45, 46. Je moet echt oppassen dat je niet aan het hiel en touwen bent. Dat je rem en gaspedaal tegelijkertijd indrukt. Want het is wel lekker dicht bij elkaar allemaal. En dit is het gebied waar het Donkervoort zich thuis voelt. Tussen de 4 en 6000 toeren, dan is die motor in zijn element. Dan gaat die lampjes zo branden op het dashboard, net als bij een Ferrari. En dan weet je, ik moet weer opschakelen. Ja, dit is echt ongefilterd autorijden. Elk hobbel, elk steentje, je voelt het. Als ik nu over een hoop mieren rijd, kan ik je precies vertellen hoeveel het er zijn geweest. Want je voelt alles in het Donkervoort. En voor de mensen die zich afvragen, hoe klinkt het Donkervoort dan in een tunnel? Nou, zo dus. Hij gilt lekker. Alsof ze hier een nest katten vermoorden. Hey! Bochtjes, dit is waar die Donkervoort van houdt. Geen stuurbekrachtiging. En ja, lekker werken. Dit vind ik fijn. Je kan hem in elk gat zo, boep, kan je hem steken. Want nou, in bochten win je het vrijwel van elke auto. Wat stuurt dit ding goed, zeg? Ja, we rijden hier over de snelweg in Nederland. Daar is er toch ook geen auto voor. Deze auto's moet je meenemen naar Zuid-Frankrijk. Heerlijk de route Napoleon er vol mee knallen. Trouwens, dat hebben we gedaan en daar zijn beelden van. Afgestelde Donkervoort. En ja, jongens, als je de PE GTR kan overleven en Aventador SVJ, ik zit wel prima. Zonnetje erbij. Oké, je hoeft geen muziek hierbij te verwachten, want het is één pak herrie. Maar het is lekker aan boord hier. Het is lekker. Driver's Dream tip van de dag. Drink niet net een liter water voordat je de Donkervoort ingaat. Want met al dat gestuiten moet je iets meer pitstops maken dan normaal. Ja, aan een Donkervoort kun je echt alles instellen. Bijvoorbeeld deze knop is gewoon de remdruk, de rempedaal. Je kan voor, achter, de balans kan je uitzoeken. Het is echt puur op race ingesteld. En voor de openbare weg is dat wel eens even, ja jongens, zo zonder stuurkracht in rijden. Heerlijk, het is echt wel weer even wennen. Maar lekker dat het is. En die rempedaal, daar moet je echt bovenop staan met je maat 46. Want anders geeft die echt niet thuis.
tractiecontrole staat uit. Ja, dan kun je leuk spelen. Op, even bijkomen, want het wordt warm in zo'n Donkervoort. Ja, het is vandaag niet normaal warm. Het is dinsdag, de laatste mooie zomerdag. Graadje of 3,34. En die airco, ja, een soort verkouden muis die je doet, dat was het. Maar goed, we zijn op circuit Zandvoort en met een reden. Want we staan hier met de Donkervoort. En ja, je weet het, hè, het is vandaag zaterdag 19 september. Tenminste, als je hem vandaag, de primeur van de video natuurlijk, bekijkt. Als je hem op een andere dag bekijkt, dan is het geen 19 september, snap ik ook. Maar morgen is het zondag 20 september. En dan is hier op circuit Zandvoort Supercar Sunday. Ik ben er ook. Er zijn heel veel mooie auto's. En Donkervoort is er ook. Maar let op, niet met 10, niet met 20, nee, 40, misschien wel 50 Donkervoorts gaan de baan op. En die gaan hier, tegenover de pitboxen, staan die allemaal opgesteld. Dus ja, best wel uniek om bij elkaar te zien. 40, 50 Donkervoorts. Dus ik hoop dat ik jou ook zie op Supercar Sunday. Ja, vandaag is het een private track day van GP Elite. Dus ja, we kunnen niet heel veel laten zien. Maar klein voorproefje dan van Supercar Sunday. Ook leuk, 356 Speedster. Donkervoort hebben we natuurlijk gezien, maar kom mee. We zeiden het al in die vorige video toen ik bij Carlink was. Daar stond een Ford GT. Waarom kopen mensen nou niet gewoon een Ford GT in plaats van de zoveelste Lamborghini of Ferrari? Verstandige man dit. Of vrouw, zou ook kunnen. Heerlijk om te zien op Nederlands kenteken. Zijn er misschien 5 in Nederland? Dit moeten er echt gewoon minimaal 20 worden. Mensen, kopen Ford GT. En kijk hier dan, de M8 Competition Grand Coupé. Zie je ook even nog helemaal niet vaak in Nederland. Maar deze is er gewoon zondag ook bij. Gewoon op Supercar Sunday. Lekker. Oh, droomauto van de cameraman. Cayman GTS, kijk, hier ligt de Gurf 's nachts wakker van. Hè? Is gewoon een ontzettende goed rijdende Porsche. Leuk ding. Is er zondag ook gewoon bij. Dit is ook wel even bijzonder. Hè? De kleinste Aston Martin die er is. Mega schoenlepel en dan die 12 cilinder. Klepje dicht. Ja, dan gebeurt er wel wat hoor. Echt. Heerlijk om te zien. V12 Vantage S zie je zelden in Nederland rijden. Ja, überhaupt in de wereld. Hoe heet je? Dylan. Dylan snapt het. Ben je geabonneerd op Driver's Dream? Ja. En wat moeten de mensen doen? Abonneren en liken. Dylan snapt het. McLaren 650S Spider. Ja, als jij McLaren's mooi vindt, zou ik zeker naar Supercar Sunday komen. Want, ho, er komen er een paar hoor. Deze uiteraard. De 675 LT of de 600 LT. Maar ook Senna. De P1 GTR. En ja, ook de Senna GTR. Dus heel veel dikke McLaren's op Supercar Sunday morgen. Zijn er nog Audi-liefhebbers in de zaal? Nou, Audi is genoeg ook morgen op Supercar Sunday. Maar dit is wel een heel apart kleurtje hoor. Met ja, gouden velgen en het blauw. Echt prima samengesteld, maar nog nooit gezien op een R8. Ook Alfa-liefhebbers komen aan hun trekken. Ja, de Giulia Quadrifoglio. Die is er ook. De 4C, de 8C, de 8C Spider. Lekkere Alfa's dus. En hier achter mij de Tarzanbocht. Dit is het domein van Cars & Business zondag. En daar staan 100, ja, echt wel hele fijne auto's opgesteld. Normaal stond daar die hele grote tent. Die is nu weg. Dus we hebben extra veel ruimte om heel veel lekkers neer te zetten. California T, Portofino. Ja hoor, ook de relaxte open cabrio's zie je op Supercar Sundays. Heel veel Ferraris overigens, heel veel. Dit was Zandvoort. Ik smeer nog even mijn hoofd in met factor 50 en op naar Lelystad. Want we gaan weer naar Donkervoort terug. Dat is hij toch het minst op zijn gemak, hoor, zo'n Donkervoort. Want oh, hij dan komt hij echt, blijft hij onder die 2500 toeren en dan hop, dan hokt hij en dan stoot hij en dan wordt hij warm. En ik word warm. Oh, gouden stad uit. Dit is mijn telefoon en dit is een Donkervoort. Ik heb in ieder geval al meer opbergruimte dan in een Lamborghini Aventador SVJ. Daar kon ik helemaal niets kwijt. Even de airco aan, mensen. Een Otto zweet nog minder als ik vandaag. Oh, oh, oh. Hoppa!
tractiecontrole kent dus 5 verschillende standen. En we hadden hem net even in standje uit. Ja, gewoon wielspinnen in z'n drieën. Oh, eindelijk weer een beetje verkoeling met die wind in mijn haren. En onderweg naar een top van... Ah, dat kan natuurlijk niet hier in Nederland. Maar de top ligt wel rond de 300 km per uur. Maar in een Donkervoort moet je wel hele grote conjo's hebben hoor. Ja, zo'n dagje Donkervoort rijden. Oké, erin en eruit komen is een dingetje met mijn lichaam. Maar als ik eenmaal zit, hey, niks aan de hand hè. Ik zit nu wel een beetje in de spits van Amsterdam. Maar we kunnen zo door naar Parijs. Het is nu, is het? 3 uur? 7 uur zijn we. De Donkervoort GTO RS 40 jaren editie. Hij is weer veilig terug in Lelystad. Ja, en als je deze video kijkt, morgen hè, Supercar Sunday, zie je er veel meer op circuit Zandvoort. En anders zie ik gewoon de volgende keer op Driver's Dream.